De energiesector is nog niet klaar voor de digitale transformatie en blijft zelfs wat achter bij andere sectoren zoals de bancaire sector, als de telecomsector. Uit onderzoek dat Capgemini heeft gedaan in samenwerking met MIT blijkt zelfs dat de digitale intensiteit, zoals we dat noemen, dat is dus het aantal digitale initiatieven, en de transformatiecapaciteit sterk achterblijft bij andere sectoren. De rol van de overheid zien wij als een faciliterende rol, waarbij gedogen noodzakelijk is, omdat wetgeving nou eenmaal achterloopt. En we zien veel innovaties die op dit moment een beetje worden gefrustreerd door zowel de regels uit de Europese Unie als uit de Nederlandse overheid. En wij zouden graag meer ruimte zien voor het experimenteren met meer prijsregimes en afrekenmechanismes, waardoor partijen in staat worden gesteld ook nieuwe bedrijfsmodellen te proberen op een explorerende wijze. En daarnaast zouden we ook meer ruimte willen zien voor de netbeheerders, aangezien die 40 jaar investeringen doen, om daar ook meer duidelijkheid te creëren, zodat ze de juiste beslissing op dit moment kunnen maken. Nou, je ziet dat een aantal wetsmaatregelen die nu in stroom is, nieuw wetsvoorstel, nog niet ver genoeg gaan in onze ogen om de digitale vooruitgang en de duurzame energietransitie optimaal te faciliteren. Dat heeft ook te maken met een aantal verantwoordelijkheidskenmerken die nou eenmaal de energiemarkt met zich meebrengt. Je wil zekerheid houden van leverantie en van infrastructuur, maar aan de andere kant wil je ook duurzame toepassingen versneld krijgen. En die zijn strijdig met elkaar. En gezamenlijk zullen de partijen de stappen moeten gaan zetten om de energietransitie te gaan realiseren. Maar aan de andere kant moeten we er ook niet te veel alleen over praten. We moeten het ook vooral gaan doen. Want partijen als Tesla en anderen komen ook al met batterijen. In Lombok is het mogelijk om tegenwoordig al je auto eerst op te laden met de zonne-energie en dan ook weer terug te leveren aan het net, aan het huis. En zo zie je dat de technologie zo snel gaat, zodat we misschien niet eens allemaal bij kunnen houden. Ze moeten gewoon explorerend aan de slag, maar wel gezamenlijk.